Het is met Joris jouw weekend in waar je naar luistert. En misschien herken je er zelf ook wel in. Wij zelf ook van ja, weet je wat? Die goede voornemens zijn niks geworden. Wat gaan wij doen? We gaan weer gewoon opnieuw beginnen. Daar bedoel ik mee, we gaan gezond eten, we gaan trainen. En mocht je daar een vraag over hebben of wil je daar informatie over hebben, let er nu even op, want het is tijd voor... Just Believe. Met Jolanda Beuving. Ja, Jolanda, goedenavond. Goedenavond, Joris. Hoe gaat het? Ja, prima. Met jou? Ja, helemaal lekker. Ik heb er helemaal weer zin in. Hé, wat me even opvalt, ik zie af en toe wel dingetjes voorbij komen via Facebook, Twitter. En wat viel me nou op? Heel veel mensen hadden het over superfood. En daar heb ik echt verschillende reacties gelezen. De ene die denkt van nou, dit is dan weer heel slecht. Dit is juist wel weer heel goed. Kan jij mij daar en de luisteraars een beetje inzicht in geven? Wat voor superfood is nou wel goed en wat niet? Ja, nou ja, overal waar te voor staat is natuurlijk helemaal niet goed. Dat blijf ik ook zeggen. Ik gebruik zelf ook superfood, maar doe het dan wel in de mate zoals ik het prettig vind. Weet je, het is toch altijd wel zoeken van wat past bij jou. Maar ik zelf, wat ik altijd gebruik, is chiazaden. Nou, en dat ziet eruit als hele... Het zijn net sesambolletjes, weet je wel, wat op je brood zit. Ja, ja, ja. Zo ziet het eruit. En nou blijk je ook nog verschillende varianten te hebben in de kleur. Maar nou, ik raad chiazaden eigenlijk ook altijd wel aan om dat bijvoorbeeld door je shake te doen of gewoon zeg maar losse bij te nemen. Want er zitten daar zoveel goede voordelen aan. Nou, want weet je, als je zeg maar een duursporter bent, dus zoals hardlopen, triathlons, is het natuurlijk ook heel moeilijk om goede voeding te nemen of genoeg voeding. Nou, met die chiazaadjes is het eigenlijk zo, als je een glas met water doet, dus zeg maar een bodemtje of twee eetlepels chia, en je zet er water bij en je wacht even, nou even een uurtje, of je zet het in de koelkast klaar, dan is het gewoon gel. Dus wat er gebeurt is dat ga je het opdrinken als duursporter. Gaat het in je maag zitten, het is een jelletje geworden. Nou, en dat duurt vrij lang eer dat zeg maar helemaal verteerd en weg is. Nou ja, het voordeel van chia is sowieso ook dat het de omzetting van koolhydraten naar suikers enorm vertraagt. Dus dat is natuurlijk voor heel veel mensen ook wel een goede voordeel. Nou ja, het is goed voor je bloeddruk, je kan er van afvallen. Weet je, je zit er wat sneller vol van. Dus voor mensen die eigenlijk van heel veel eten houden en zeggen, oh, ik eet veel te veel, neem gewoon wat chiazaden. En er zitten omega 3 vetzuren in. Weet je, je bloedsuikerspiegel. Ik blijf al een beetje alle voordelen zeg maar opnoemen. Dat mensen wel weten van wat erin zit. Weet je, essentiële vetten, net zoals zalm. Dus eigenlijk zoveel antioxidanten, vezels, calcium, ijzer, noem het allemaal op. Dat hele, hele kleine zaadje, ja, die doet enorm veel voor je. En mensen roepen natuurlijk nu met het superfood van ja, het is helemaal niet bewezen. Nou, heel veel dingen zijn natuurlijk wel bewezen dat het gewoon goed voor je is. En het is natuurlijk een natuurproduct, dus dat wijst ook wel uit dat het ook gewoon goed is voor jou. Toch? Ja, maar ik zit er dan, zeg maar, je hebt er nu zeg maar dingen van, nou oké, dit is wel goed hè, vooral als je zo'n duursporter bent. Maar wanneer is het niet goed? Of is het altijd gewoon goed? Ik zou niet weten wanneer niet. Ja, ik zou niet weten wanneer het niet goed is. Oh, okay. Kijk, je hebt natuurlijk heel veel mensen die echt alleen maar raw eten. Ja. Nou ja, ik ben er geen voorstander van, maar ik wil er helemaal niemand mee kwetsen. Want als het jouw ding is en jij voelt je eigen daar prima bij. Ik heb natuurlijk ook veel dingen geprobeerd met voeding. Ook een tijdje raw geprobeerd, een paar dagen om te kijken hoe voelt het. Voor mijn lijf is het te koud. Weet je, het is te koud in mijn lichaam, te koud in mijn darmen. Ja. Ik hou gewoon aan, ik zou dan eerder bijvoorbeeld de hele dag soep gaan eten. Als ik toch een beetje op de raw zou willen. Snap je wat ik bedoel? Ja, maar... Ja, en de ene houdt van een stukje vlees en de andere die is vegetarisch. Dus ja, wat wil jij en hoe zie jij het? Maar is het een beetje bij dat raw food, moet je dan voorstellen dat je dan gewoon echt een koude biefstuk gaat eten? Dat soort dingen? Nee, want raw is dus juist helemaal geen vis, vlees of kip. Nee, inderdaad. Raw is echt groente. Ja. Ja. Dus want, weet je, de besjes. Ja. Van alles. De beste. Ja. Maar dat is wel grappig, want ik las dus op Facebook dat mensen dachten van ja, raw food, weet je, dan loop ik daar met twee plak
gebakken biefstuk. Oh, echt? Ja, nee, ik zat ook wel even. Ja, weet je, dat is best wel raar. Maar nu wordt het gewoon met groenten te maken. Ja, nee, dat is ja, waar. Ja. Nou, dan gaan we het hierbij even uit de wereld helpen. Ja, nee, inderdaad. Er is ook een programma geweest, volgens mij, van die moeder met dat kindje. Dat mensen ook helemaal schokkend waren. Ja. Dat het kindje alleen maar rauwe groenten moest eten. Nou, raw is rauw. En rauw gaat dan meer over, inderdaad, de groenten, de besjes, weet je wel, fruit. Ja. Ja. Wat het leuke is, ik kreeg ook echt gewoon mailtjes van mensen. Echt gewoon, die dachten van, ja, weet je, wat is dit? Raw food, ja. Ja. Maar het is gewoon mensen, het is groente, rustig. Je krijgt geen biefstukje, koude biefstuk op je fruit, punt. Ja. Noten, zaden kan je dan eventueel ook nog gebruiken. Dus het is best wel, zeg maar, groot. Maar om in dat te nemen, ik moet eerlijk zeggen dat ik het dus koud vond, hè, in mijn lichaam. Je lichaam moet de hoeveelheid vezels ook aankunnen, hè, voor je darmen. Okay. Dus dat is, het is natuurlijk best wel zoeken. Ga ook kijken wat bij jou past. Hè? Want de een vindt het wel prettig en de ander niet. Net als dat we het laatst over de eiwitten hadden. Ja. Heel veel mensen weten eigenlijk niet eens dat je het nodig hebt voor je spieren. Nou, hierbij raw food. Ik gebruik er dan af en toe van die shotjes die ik dan heb op de sportschool. Als ik merk dat ik het druk heb, weet je wel, dat ik mezelf even een goede boost geef. Ja, dan neem ik inderdaad lekker een raw shake. Ik vind het ook lekker. Maar als ik het een keer vergeet, ja, dat vind ik dan jammer. Maar dat doe ik de dag daarna dan weer. Snap je wat ik bedoel? Ja, maar dan compenseer ik het wel weer met mijn fruit en dat soort dingen. Maar Wat ik heel erg merk bij dit soort trends, hè, die dat superfood en vorige week had ik natuurlijk over de Mudmasters. Hoe verklaar je dat ze dat soort dingen echt opeens boom happening is? Weet je, want als ik, nou zeg maar, ja, misschien omdat mensen er wel die in sport zitten dat wel kenden. Maar als je aan mij een half jaar geleden had gevraagd, wat is superfood, had ik je voor gek uitgemaakt en gezegd van, nou, ga jij lekker in de tuin wat aardbeien lopen plukken. Maar hoe komt het opeens? Want opeens is het gewoon, is het overal. Ja. En iedereen wil het gaan gebruiken. Overal. Ja, ga googlen, slow juicers, weet je wel, smoothies, want dat heeft natuurlijk ook met smoothies te maken. Want je kan de raw food natuurlijk ook blenderen, of je kan het rauw eten. Ik zeg wel, vind je het echt lekker en vind je het ook te koud, gooi dan even een keer een beetje de koker overheen. Dus gooi je groente in de pan, weet je, maak het iets warmer, dat het niet echt helemaal raw is, dat het sowieso beter voor je lichaam. Maar weet je, we zitten midden in een social media tijdperk. Ja. Wat natuurlijk heel belangrijk is. We hoeven maar één oproep te plaatsen. Nou, hoeveel reacties krijgen we binnen? Helemaal super en daar zijn we blij mee. En dat zie je dus ook met dingen delen. Vroeger, als er wat in Amerika gebeurde, dan hoorden we dat de dag daarna, bij wijze van spreken. Ja. Maar tegenwoordig horen we het 1 seconde later, want het wordt gelijk al gepost in social media. Snap je? Ja. Met dit ook zo. Mensen eten eigenlijk al heel lang zo. Alleen nu komt het gewoon veel meer onder de aandacht, omdat mensen dat ook kenbaar maken. Dus ja, en raw food hoort daar ook bij. Want hoe lang hebben we al groenten? Ja, toch? Precies. Ja, vegetariërs en dat soort dingen komen er ook bij kijken. Dus voeding is en blijft gewoon een heel groot complex verhaal. En wat vind jij lekker? Weet je wel, hou je van vlees of niet? Of hou je van kip of vis? Wil je wel of niet dus dieren eten? Dus eigenlijk, de moraal van dit verhaal is, kijk wat bij je past, kijk waar jij je lekker voelt en laat je vooral niet meeslepen met de rest. Ga er niet Nee, daarom. Luister naar je lichaam. Kijk, die vitamine heb je wel nodig. Ja. En dan kan je bijvoorbeeld wel zeggen van, joh, ik geef een, wij hebben dan zeg maar dat superfood, dan doe je een schepje. Dat kan je door bijvoorbeeld appelsap doen of en dan proeven ze dat niet. Dan krijgen ze toch wel die vitamine boek binnen die ze willen. Maar ja, mensen staan allemaal niet zo bij stil wat je lichaam nodig hebt. En dat geeft ook helemaal niet. Nee. Want als je gewoon heel gezond eet en genoeg beweegt, daar leef je eigenlijk al heel gezond. Maar vaak als je iets meer in gaat verdiepen hoe je lichaam werkt, weet je wel dat je lichaam toch wel je eiwitten, koolhydraten, vetten nodig hebt. En ook je vitamines. Dus, en dat is de raw food ook weer een mooi onderdeel bij. Dus hè? Ja. Dus niet alleen maar één ding, maar combineren. Vorige keer al over gehad. Lekker blijven combineren met je eten. En lekker proberen, waar voel jij je goed bij? En dan ben je alweer een stapje verder.
Inderdaad. Nou, Jolanda, heel erg bedankt voor je uitleg. En we spreken je volgende week weer, hè? Ja, zeker weten. Fijn weekend, hè? Fijn weekend. En doei. Doei.